is 1. Ja, kijk eens. Goed vasthouden, hè? Drijfveer is gewoon, je wil gewoon, ik wil gewoon winnen, ik wil er alles uithalen. Zit je goed of niet? Bewegen, ik zeg altijd, bewegen is goed voor het geestelijke lichaam. En ja, kijk, het fanatisme is er, ja, qua voetbal ben ik wel fanatiek hoor. Dan stappen we eigenlijk op de fiets, doe ik de kindjes in de kinderzitjes. Fiets ik eerst naar de kinderopvang, dan zet ik de kindjes af en dan rij ik eigenlijk naar Corpus toe. Ik geniet daar wel van om hun weg te brengen op de fiets. De ene keer, ik zeg al, de ene keer gaan ze zingen, de andere keer, weet je, het is een hele vrolijk begin van de dag. Ken jij het liedje ook, Lizzie, van SC Groningen? Het is laat ons weer eens. Als ik ook aan mijn oudste vraag wat ze later wil worden, wil ze ook voetballer worden. Nu zijn ze nog heel jong, weten ze niet wat ik zeg maar al heb gedaan in mijn carrière, waar ik allemaal heb gespeeld. Maar ik denk als ze later wat groot zijn en we kijken daarop terug, denk ik wel dat ze daar wel trots op zijn. Kus? Ik probeer wel een winnaarsmentaliteit klinkt, maar ik probeer vooral wel eerlijk en toch wel, je wil winnen. Dus dat probeer ik wel mee te geven. Ik ben geboren 5 februari 1951 in Scheemda. Ik ben een allrounder. Ik doe nog een hardlopen, ik doe nog een fietsen, ik doe mijn voetbal. Prettige vakantie, hè? En die donderdagmiddag die is me eigenlijk echt wel heilig. Er moeten heel veel rare dingen gebeuren dat ik donderdagmiddag niet voetbal. Ik heb een onderliggende ziekte, gelukkig niet. Levensbedreigend of iets dergelijks. Ik ga niet in de put zitten over denken van wat voor doe je dit of dat. Die ken ik ook wel, maar kijk, ik kan alles doen wat ik wil. Succes is dat je datgene kunt doen wat je graag wil doen. En dat is fysiek, geestelijk, financieel. Dat vind ik eigenlijk een beetje succes. Ja, voor mij is succes winnen. Als je als jonge jongen bij Willem II eigenlijk niet goed genoeg wordt gevonden, waardoor je een stap terug doet naar de keukenkampioendivisie, naar Veendam. Dan weet je niet hoe je carrière gaat lopen. En eigenlijk is die stap vanuit Willem II naar Veendam voor mij perfect geweest. Want vanuit daaruit heb ik eigenlijk de stijgende lijn te pakken gehad. Winnen, scoren is voor mij de ideale wedstrijd. En als ik dan thuis op de bank zit, dan denk ik vandaag was ik succesvol. Kijk, succes is natuurlijk heel breed. Ik kijk nu puur meer wedstrijdgericht dan voor mezelf, maar succes is natuurlijk ook dat je gelukkig bent, dat je doet waar je je goed bij voelt, dat je de dingen kan doen die je wilt doen, dat is natuurlijk ook succesvol. Dus dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ja, goed zo. Ik heb twee mooie dochters, ik heb een fantastische vriendin, dat is ook succes. Dus daarin voel ik me ook wel een winnaar.